Ja, het loopt eigenlijk prima. Hè? Het is een open dag van het Genootschap van de Draak. Dus mensen komen via de fietsroute. Wij zijn een van de stops. Dus mensen zijn gewoon benieuwd, kijken gewoon even rond en gaan weer naar de volgende accommodatie. Dus echt leuk dat je zo kunt samenwerken. Hoe loopt de bouw op dit moment? Nou, ik heb het idee dat de zandafvoer best wel redelijk goed loopt. Nou, vanaf de economische situatie. Hè. Als je de voortgang hebt bij Drakenrijk zelf, dan zeg je van, afgelopen week hebben we de sleutel gekregen van het woonhuis hier achter me. Dat bouwen we voor 2013 om tot receptie en tot horeca-uitgifte. En we proberen gewoon in mei 2013 al als strandbad te starten. En daarna gaan we de accommodatie uitbreiden met een binnenspeeltuin, buitenaccommodaties. Parkeerterreinen, dat soort dingen. Dat gaat allemaal stap voor stap. En in feite... Het zijn allemaal processen die nog moeten lopen. Ja, het zijn processen. Het zijn, in feite, wij runnen ook Billy Bird Park Hemelrijk in Volkel, Oost-Brabant. En wat we zien is dat we daar na 27 jaar nog steeds aan het investeren zijn. Dus bij Drakenrijk zal het niet anders zijn, daar begin je. Waarschijnlijk dat mensen later zullen zeggen, ja, ik weet nou, vroeger bij Drakenrijk zag het er zo uit. En ondertussen groeit het en groeit het en groeit het. En dat is economisch gezien het meest gezonde model, denk ik. Ja. Nou, daar begonnen wij met niks en hadden we geen ervaring. Ja, en wat wij hier doen is, wij kunnen hier op een gegeven moment een heleboel processen kun je kopiëren. In feite, we passen gewoon het product van Billy Bird Park Hemelrijk hier toe. Alleen doen we daar een thematische sausje overheen, namelijk van Sint Joris en de Draak. Je noemde net al, in mei zou het zwemparadijs opengaan. Dat zal ook hier zijn wat we nu zien? Ja, in feite het strandbad wat we aan die kant zien, dat gaat in mei open. We zorgen, eind volgende week worden drijflijnen geplaatst. Qua veiligheid moet een en ander ook goed geregeld zijn, dus dat kan. In ieder geval, nu is dat een open dag. In ieder geval, jullie zijn een tussenstop. Komen er dit soort open dagen nog meer of blijft dat alleen hierbij? Nou, dit is een activiteit van het Genootschap van de Draak. Het is een collectieve activiteit, dus dat beslis je ook collectief. Maar ik denk, als het overal zo loopt zoals het hier loopt, dan denk ik dat alle ondernemers heel enthousiast zijn en graag volgend jaar weer meedoen.